Hey mensen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed. Ik heb er weer zin in en ik hoop jullie allemaal ook. Ik ga er wel weer vanuit, zoals eigenlijk ook bijna elke aflevering. Laten we eerst hier even kijken. We gaan even naar de bank toe om geld op te nemen. Oh, er zat nog tering veel in ook nog. Investeringen, we gaan ook even een investering doen. Want we kunnen hier blijkbaar allemaal dingen doen. Investeren en dat is cool. Waarom niet? Kom je naar het gewoon van risico? Wat risico? Wilt lopen is aan jou. Nou, dat interesseert me niet. Als we de boordjaars ermee kunnen pesten, sowieso dat we alles doen. Dan doen we beloning, investering. Nou, die hebben we. En die hebben we. Dus nu moeten we alleen die nog krijgen. Investering, bonus, een bank. Jezus zeg, daar moeten we heel wat investeren. Kunnen we nu ook gewoon superveel in één keer in. Nou, dan moeten we even wachten, 20 minuten. En dan kunnen we weer wat investeren. We investeren al ons geld in de bank. Zodat we... Oh wacht, ik wil nu ook even wat kopen. Ik vind dat we het namelijk verdiend hebben, omdat we... ja, we hebben het gewoon verdiend. We hebben het gewoon verdiend. Winkelmissies, wat is dit dan? Voltooi, deze winkelmissie. Ja, hier, hallo. Backspace. Investeringen. Enter. Maar dat kan nog steeds niet. We moeten eerst die 18 minuten echt wachten. Dit wil ik even doen. Kruisboog. Ja, accepteren. Enter. We hebben een kruisboog, mensen. Eindelijk hebben we een kruisboog. En omdat we zeg maar nog steeds hier geen nut hebben gehad, ga ik dit gewoon allemaal even verkopen. Ja, zeker weten. Alleen een beetje de waardevolle dingen, want ik ga niet alles hier... Maar dat duurt wel lang hoor, alles verkopen. Het is gewoon te veel werk. Ben ik weer te lui voor natuurlijk, hè? Dat begrijpen jullie allemaal ook wel. Oké, jongens, we willen dit allemaal niet meer hebben. Kun je niet gewoon alles in één keer verkopen? Oh, dat kan! Oh, wacht, dat ging niet helemaal goed. Dat ging niet goed. Verzamel ruil werkt een door bandieten te veroveren, boodschappen, onderscheppen, schatkisten. Ja, nee, we wouden wat doen. We kunnen hier voorwerpen verkopen. Alles verkopen. En moet ik erop klikken of niet? Ja, hier, hallo, dat is niet de bedoeling. Er is nog steeds superveel werk. Hier, te weinig, te weinig, te weinig. Nou, er is nog wat te doen. Jongens, dit begint alweer lekker. We zoeken naar echt waardevolle shit. Ik vind het niet de leuke manier om geld te pieken. Backspray. Wat ik ook even wou doen is wapens kijken. Even kijken of er een cool wapen is. Maar ik weet niet. Ik vind onze eigen wapen eigenlijk ook wel prima. En dit heb ik allemaal niet zoveel mee eigenlijk. Ik heb de zware schedel. Oh. Backspray. Kleine wapens. Mes. Werpmes. Romulus. Oh, die is wel vet gaaf. Nee, vind ik die vet? Nou, het lijkt net op een houten ding. Een stiletto, die is vet. Die hebben we al. Oh, jezus, dat ding ziet er ook wel vet uit. Kleine mes. Wow, zeg. Deze wil ik hebben. Die hebben we verdiend. Klaar. Dit is wel even leuk. Munitie. Kogels. Ja, we kopen wel even wat kogels hoor. En ja, nou, dat heb ik tenminste weer. Werpmessen hebben we ook wel even nodig. En kruisboogpijltjes, die hebben we niet meer nodig, want we hebben die al. De maffel. En... Oh, dat is hier niet... Er is hier niet een kleermakerij. Anders dacht ik van, dan kunnen we ook rustig eventjes die... Oh, die is er wel. We kopen ook even snel de kleermakerij. Kopen even grotere zakken. Ik denk dat dat kan in ieder geval. Ik hoop het. Dus dat bij de kleermakerij kan, want... hebben we iets grotere zakken. Dat is echt vervelend. Nee. Buidels. Ja. Oh, die hebben zeker maximale medicijn. Oh, dit is wel leuk. Maar ook wel weer allemaal rete duur trouwens. We willen messenriem inderdaad beter. Nog meer messenriem. We willen... tas voor rookbommen. Ja, we willen rookbommen hebben inderdaad. Normale pijlkoker. Pijlenkoker. Grote pijlkoker. Die kunnen we nog niet voldoen. Geen commissie, bla bla bla. Zware schedel groot genoeg. Twee handige voortdurend bij je te kunnen dragen. Oh, dat is ook handig. Maar we gaan nu even niet meer uitgeven, want we hebben al super. Oh, normaal geen foto. Die ook nog even. Ja, nu hebben we eerst wel weer even genoeg gekocht. Ik vind het alweer asociaal.
We zijn in ieder geval wat geupgrade. Om beter onze missies te kunnen doen. Als we nu op Q drukken, hebben we al best wel veel kogels. Maar we kunnen nog steeds meer halen. Meer werpmes en zo. En we hebben nu ook rookbommen. Dat is ook wel sick. Ik vind dat we aardig zijn geupgrade. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Joe, dat gaat niet helemaal goed, hè, Joe. We moeten wel even wat beter opletten. We moeten niet kletteren, natuurlijk. We gaan even een missie doen. We hebben wel zin in. Volpe, how goes Roma? Very well, Ezio. The French and papal forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together. And bring Claudia. Now? Yes. La ashaya waqtan mutlak, bel kulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Claudia, we here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, the brother, once stood around this fire, fighting off the darkness. Now, I offer the choice to you. Join us. You and I have not seen eye to eye on many issues. Niccolo! But you are exactly what the Order needed. You have led the charge against the Templars and rebuilt this Brotherhood. Now we must put Ezio where he belongs. At the head of the Assassins. Ezio Auditore da Firenze. You will now be known as Il Mentore, the guardian of our Order and our secrets. Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true. Where other men are limited by morality and law, remember, everything is permitted. Why this sudden change of heart? I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma, and the one who caused the explosion as you fled the castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli! Cesare has returned to Roma alone! He rides for the Castel Sant'Angelo! Grazie. Well? The decision is yours, not mine. Niccolò, you better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, Mentore. Finish what you started. Good advice. I intend to write a book about you one day. If you do, make it short. Oh mijn god, we gaan het doen. We gaan het eindelijk doen. Gaan we die klootzak pakken? Ik hoop het wel hoor. Oh, wat een lul zeg. We gaan hem eindelijk terugpakken voor Mario vermoord. En die wraak gaat gewoon zoet zijn. Zoet als een zoete appel. Of als een snoepje. Want snoepjes zijn ook altijd zoet. Bijna altijd zoet in ieder geval. Maar in ieder geval, jullie snappen. Zondag gehaktdag. Nou, dat is wel een goede zaak gehaktdag. Oké. Dus dan is het maar goed dat we net onszelf een beetje hebben geüpgrade. Want dan kunnen we heel makkelijk de Borgias aanpakken. Sequentie 8. De Borgias. We gaan eindelijk onze wraak krijgen. Dit voelt echt gewoon heel goed. En we zijn mentor en nu zijn we het leider van de assassin. Van onze orde. Dat is ook wel een goede zaak. We gaan gewoon nu erheen hoor. Ik zweer het, we moeten er nu ook wel heen, want dit is belangrijk. Nieuwe voorwerpen vrijgespeeld. Ja, dat is leuk voor de voorwerpen, maar we hebben nu even niet iets nodig. Het enige wat we nodig hebben is een mes. Oh, en we kunnen een nieuw iemand recruteren. Dat is wel even belangrijk dat we dat doen. Aangezien we nu al onze macht nodig hebben. Is die kerel natuurlijk wel gewoon super slap waarschijnlijk aan het begin. Nou, dat weet ik wel zeker. En deze even opmaken, want ja, waarom ook niet.
have a selection of exquisite religious implements. En die is al gekocht, dus dat maakt ook geen bal uit, trouwens. Die is ook al gekocht. Ja, we gaan even op zoek, joh. Waar ben jij? Waar is de burger? We zoeken de burger. Burger, waar zit je? Oh, Chandri, waar zit je, joh? Je moet niet jezelf hier laten vermoorden, hoor, want dan... Haha, ja, dat dacht je zomaar, hè. Pak hem, pak hem, pak hem. Nee, pak hem, joh. Waarom doet het met mij? Oh, ja, jij hebt hem alweer vermoord, natuurlijk. Jammer, zeg. The liberation of Roma has begun. Liberation of Roma has begun. Ik wist het. I thank you. It would be an honor to fight alongside you, signore. Signore. Dat is een goede zaak. En wij zijn nu mentor. Dat is super belangrijk voor onze orde. Nou, dan hoor je, nu vechten ze eigenlijk wel officieel echt naast ons. En nu zijn ze echt onze bitches. Nou, niet onze bitches, onze volgelingen. Maar wij zijn gewoon een supercoole groep knokkers. Knokkers. Dat is volgens mij niet een goed woord. Ik hoop in ieder geval dat het niet een goed woord is. Want het klinkt echt heel erg stom. Wij zijn knokkers. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar. Oh, wat haast trouwens. We hebben gewoon super veel haast. En ik zie die stomme schatkist open te maken. Nee, Cesare is hier weer. En we gaan wraak nemen. Oh mijn god, zeg. We moeten aan de kant. Aan de kant, mensen. Personeel, personeel. Ja, ik zei personeel. Dus dan moet je ook aan de kant gaan. Als je dan niet aan de kant gaat, is het je eigen probleem. Kom op, jongens. Doodsen. Even wat meer ervaring op laten doen. Dat is altijd beter. Hoe meer ervaring ze zo snel mogelijk in dit korte momentje opdoen, hoe beter het is voor ons. En hoe beter het is voor ons, hoe makkelijker het straks weer wordt. En hoe makkelijker het wordt, hoe leuker het wordt. Maar ja, makkelijk is natuurlijk niet altijd leuk, maar soms ook weer wel. En vooral in dit soort situaties is het makkelijk een goede zaak. Aangezien je niet wil, zeg maar, dat je moeite hebt met je aardsvijand verslaan. En dit is momenteel wel echt mijn aardsvijand, want dit is echt een dikke lul. Een dikke lul. Zeg, jongen. Dat hij het zelf ook maar straks even weet. You killed Uncle Mario and now you are going to repay us with your life. Okay, we moeten echt stoppen met Engels praten. Kan ik niet zo goed. Wauw. 11.644 euro per Florence. Florence, geen euro's. Het zijn geen euro's. Het zijn Florence. Per 20 minuten. Dat is nog best wel een flinke bak geld. Maar helemaal voor ons. Als arme assassins. Succes jongens, pak ze aan. Oh, we willen nog even een assassin erbij. Willen we nog een assassin erbij? Tuurlijk willen we er nog een vriendje bij. We moeten eerst nog even een assassin recruteren. En als we dat gedaan hebben, dan zijn jullie helemaal de lul. Oh, wow. Matt, die heeft mij gewoon gehakt hier. Ja jongen, daar heb je niet overleefd, hè? Zonde jongen, had je beter moeten opletten. The liberation of Roma has begun. I live today. Thanks to you, they killed more of the Borgia's troops, Geran. Let me join my play to yours, brother. Tuurlijk, jongen. Welkom. Welkom bij de groep. Onze sluipmoordenaars. We moorden even weer een paar lui, puur omdat het kan. En omdat het leuk is. En als het leuk is, dan moet je het doen. En ik vind het sowieso leuk om... Borgia's te killen. En vooral nu, want nu gaan we er ook echt... Eentje killen die heel erg vervelend is geweest de afgelopen paar afleveringen. Eigenlijk ze allemaal. Ja, de eerste begon het al met stoer doen. En nu gaan we het afsluiten. Ik denk het in ieder geval. Hij is hier in ieder geval. Dat is al een goed begin. Als hij hier is, kunnen we hem afmaken. Anders kun je hem natuurlijk sowieso niet afmaken. Dan wordt het heel lastig om iemand te vermoorden die hier niet is. Ja jongen, jammer. Dat werkt niet. Wij gaan hierheen. Oh, dit is wel echt vet hoor. Wordt niet ontdekt. Ah, jammer. Wordt niet ontdekt. Shit zeg. Weet je wat nu een heel groot voordeel is? Wij hebben een kruisboog. Ik weet alleen niet of een kruisboog die nut heeft, maar ga er vanuit van wel. Wordt niet ontdekt. Dat moet lukken. Deze kerel kan ik ook wel zo vermoorden. Top, top. Dood. Is hij. Hij is dood. Hij is dood.
Oké, okay, dan moeten we wel voorzichtig zijn natuurlijk, want we willen niet nu ontdekt worden. Dat vind ik sowieso niet cool om ontdekt te worden. Vooral niet nu, als het niet mag. Dan is het extra pijnlijk om ontdekt te worden. Hoppakee, jij bent alweer dood. Oh, hij is hier wel goed bewaakt trouwens hoor, vandaag. Komt deze Pipo nou hierheen of niet? Wat ik trouwens nu wel even wil uitproberen. En als dit niet werkt, dan hebben we, zijn we genaaid door het systeem. Oké, okay, deze guys zijn in één keer dood. Dus dan kunnen we de meeste lui wel in één keer kapot maken. En dat is een goede zaak, want als dat niet kan, dan zitten we hier helemaal verkeerd bezig. Met onze goede strategie. Om maar sneaky te zijn. Hier is niemand, of wel? Ik zie hier niemand in ieder geval. Waar moeten we nu heen? Oh, daar staan vet veel lui. Kijk, de puntjes, ja. I want to see the Pope! His Holiness waits for you at the top of the castle in his apartments. Get out of my way! Oh, die vent ziet er ook aardig boos uit. Doe de geheime deur. Oh, we moeten de geheime deur zoeken. Hé, hey, daar staat ook een. Ik ben ook dood. De kruis. Zo, dat was ook net op tijd. Het had niet veel langer later moeten duren dan waren we gezien. Dit is wel chill. Want deze vent heeft een kruisboog. Dus dan moet hij ook kruisboogpijltjes hebben. Anders dan heeft hij er niet zoveel aan natuurlijk, hè. Maar twee kruisboogpijlen, dat is wel echt een slechte kruisboogschutter dan in ieder geval. Hij is ook dood. Oh, daar is de geheime deur. Oké, okay. Nou, dan gaan we jou ook even berogen, want ja, we willen die kruisboogpijlen hebben. We moeten het sowieso even optimaal benutten. Hier even langs. Wow, dat moet niet veel verder moeten zijn trouwens. Kunnen we hem nu ook laten neerknallen? Wordt niet ontdekt. Oh, trouwens, wij kunnen heel makkelijk niet ontdekt worden. We kunnen gewoon onze assassins gebruiken op dit moment van het spel. Dat is trouwens wel een goede zaak. Dat kan. Maar we moeten wel even goed opletten hoor, want ik wil niet gezien worden. Even kijken of hier beneden guards staan. Nou, volgens mij niet. Daar staat er eentje, dus ik wacht zeg maar totdat hij weg is. Of zeg maar zichzelf omdraait. En dan pakken we hem. Gaan we hem in ieder geval proberen te pakken. Dood. Goeie zaak. Nog eentje minder. Elke guard minder is een goede zaak natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat een goede zaak. Hier sta je, oké. Okay. Zie, we hebben alweer twee pijlen verloren en nu krijgen we er als goed is weer twee bij. Dat is een goede zaak. Elke pijl die we weer zeg maar terugkrijgen scheelt weer kosten. Oh, dat was net op tijd trouwens. Dat had niet veel langer moeten duren. Ik hoop dat wij niet ontdekt mogen worden, want hier lopen vier lui en die staan op het punt om op een pijnlijke manier dood te gaan. Oh, dit is echt sick vet hoor. Ja jongens, jullie winnen niet zomaar van onze lui hoor. Oh, dit is wel leuk om... Ik vind het ook wel... Wow, nog wat extra. We gaan even wat extra troepen inzetten. Aangezien we nu toch genoeg lui hebben. En hier in één keer een soort van situatie ontstaat dat er meer guards moeten komen. In ieder geval wouden we niet dat er meer guards kwamen. Maar er komen in één keer meer guards aan. Dus ja, dan moeten wij ook even onze troepen... aansterken als we dit verliezen, namelijk dat willen we niet. Dat zou zeer oncool zijn. Dat zou niet een coole situatie zijn. Ik vind het trouwens best wel jammer dat ze in één keer spawnen. Niet dat ze. Je ziet ze gewoon spawnen. Niet dat ze toevallig in de buurt zijn. Ja, dat zou ook niet cool zijn. Maar zeg maar dat je ze ziet aankomen lopen. En niet dat je ze in één keer ergens ziet komen en in één keer ook weer ziet verdwijnen. Dat is een beetje raar. Oh, we hebben gewoon een sleutel.
Dat is wel praktisch hoor, gewoon een sleutel hebben hier naar binnen toe. Ik blijf het wel... dat is een goede zaak. Oké, nu hebben we dus niet meer onze assassin. Dat is wel jammer. Tuurlijk is dat jammer. I don't understand. I ordered a fresh batch of La Cantarella last night. I am terribly sorry, mia signora. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Cesare. Strange. He did not tell me Cesare had returned. That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What a family this Pope has. Ja, dat is niet een goede zaak inderdaad. Je had beter in de stables kunnen blijven. Had je nu geen last gehad van mij die je wil gaan vermoorden. Ik moet even zoeken, want ik heb even geen idee hoe ik hier bovenop kom. Eens heen kijken. Hoe komen we waar we willen komen? We komen er wel. Maar als je heel graag iemand willen vermoorden, moet het lukken. Ja, ik zie het wel. Of ik hoop dat ik het zie. Maar we kunnen er zo wel komen. Dat weet ik bijna wel zeker. We kunnen nu gewoon hier zo opklimmen. Hoppakee. En nu? En nu? Wat moeten we nu doen? Nou, zo. Chop chop, we klimmen gewoon rustig hier naartoe. Eigenlijk is dit best wel simpel gewoon zo. Nou, niet simpel, het is zeg maar gewoon een beetje logisch kijken en dan lukt het eigenlijk bijna altijd wel. Natuurlijk is dat ook de bedoeling, als het niet lukt dan is het helemaal niet meer leuk. Dan word je alleen maar gek. Ben ik al vrij gek, dus dan wordt het helemaal niet meer leuk voor mensen. Nou, gaan we hierheen. Gaan we hier mooi heen, even kijken. Even kijken hoor, we moeten wel even goed kijken natuurlijk. Als je niet goed kijkt, is het halve werk natuurlijk. Ik zie nu alleen helemaal geen flik. Oh, zo. Nou, dat is ook wel weer mooi. Dat het allemaal zo mooi gaat. We mogen nog steeds niet gezien worden, dus dat wil ik sowieso niet gezien worden. Dat zou ik echt jammer vinden. Is hier iemand? Oh, dit ziet er wel spannend uit hoor. Zijn hier bewakers of niet? Je moet altijd weten zeg maar of hier bewakers zijn, want als hier bewakers zijn... Ja, hier zijn dus geen bewakers. Dat is pluspunt nummer uno. Nou, komt hier wel iemand aanlopen? Lijkt het. Als hij hierheen komt, dan moet ik terugtrekken. En als hij zich omdraait, dan is hij de lul. Hij draait zich om. Goeie zaak. Helemaal een goede zaak. Oké, ik vind dit wel spannend. Dit is sowieso wel spannend. Lopen daar nog eens meer bewaken? Want we moeten... eigenlijk moeten we gewoon rustig aan doen. Als we te snel willen en we worden betrapt, zou dat gewoon super kut zijn. Super kut. En ook helemaal niet leuk trouwens. Moeten we nu hier naar boven? Ja, we moeten hier naar boven. Denk u. Dan moeten we hierheen. We zijn hier voor mij ook al wel eens geweest, hè? Zijn we hier niet geweest tijdens die schilderij zoeken? Voor mij, ja, toen waren we hier ook. Weet ik zeker. Oké. Okay. Dit voelt gewoon helemaal niet veilig, hè? Dit voelt gewoon echt waar helemaal niet veilig. Daar staat zo'n kerel. En daar lopen er een. Dus hoe gaan we deze situatie oplossen en niet gezien worden? En niet gehoord, hè? Dat is zeg maar ook een probleem. Het is uno en dos problemas. Maar dat haalt hij niet door. Dat haalt hij niet eens door. Dan moet je nagaan wat een slechte. Ja, die kunnen we dus nu niet raken. Dat is wel lastig. We kunnen hem niet raken.
We kunnen hem vanaf hier niet raken. Dat is wel echt een probleem ook. Dus dan moeten we wachten totdat hij loopt en dan moeten we naar hem toe zien te komen. Zo. Of in ieder geval hier naartoe zien te komen. Oh, dat werkt ook niet helemaal zoals ik wou. Nu gewoon even goed om ons heen kijken. Hoe komen we denk ik bij hem? Dat is wel praktisch om te weten. Misschien werkt dit wel. Dat werkt niet helemaal zoals het moet. Zoals we willen dat het moet in ieder geval. Die maar even. Ik hoop dat dit werkt, hè. Nope, dat werkte niet. Dat is mooi kloten, want ik dacht dat dit zou werken. Eerst even wachten. Hij ziet ons gewoon niet eens, hè. Dat is wel bijzonder. Hoe kan dit nou zeg maar niet opvallen? Holy fuck, zeg. Dan ben je wel echt een slechte guard. Dat werkt niet. Dan moeten we de. Nee, dan werkt dit ook niet. Dan kan ik je ook nu ook al op een bord geven dat dit dan niet werkt. Dat betekent dat we hier waarschijnlijk op moeten klimmen. Nee. Aha, gevonden. We hebben in ieder geval een route gevonden. Ga ik alleen wel even van wapen veranderen. Holy fuck, nou had hij ons ook nog bijna gezien ook nog. Wat we nu moeten doen. Wow, dat is nog best wel een sprong. Nee, we zijn ontdekt. Oh, zonde. Dat is niet cool. Dat is niet cool. Wat een lul van een guard ben jij, zeg. Wie gaat er hier nou staan? Dat is ook wel kloten, hoor. Dat is wel kloten. Dat hadden we moeten bedenken. Jammer. Geen 100%, maar we hebben ons best gedaan. We hebben ons best gedaan, mensen. Ik kan er ook niet zoveel aan doen. Soms heb je pech, soms heb je geluk. En deze keer was het echt pech hebben. Dat is een feit. Dat is echt een feit trouwens. Dat was jammer. Maar helaas. Goed zo. Nou, dan moeten we deze kant op. Want als we lager gaan zitten, dan komen we hier er niet meer op. En dat is een beetje zonde. Oh, dat werkt nu trouwens ook niet. We moeten hier het weten. We moeten op deze hoogte blijven klimmen. Aangezien we anders gewoon de lul zijn. En nu maakt het natuurlijk ook helemaal geen kloot meer uit of we gezien worden of niet. Want we hebben het toch niet meer 100%. Dus gaan we er ook niet meer zoveel moeite voor doen natuurlijk. Vrij logisch. Moeite doen voor geen 100% meer kunnen halen. Dat is een beetje zonde. Wel heel erg jammer. Maar ja, soms weg. Soms geluk. Zoals ik heel vaak zeg. En zo net ook al. Dus oh, wacht, we moeten eerst hierheen. Want we kunnen anders niet omhoog komen. Anders kunnen we niet omhoog komen. En dat willen we wel. We willen wel omhoog komen. Ik vind het wel jammer hoor. Nu heb ik echt een kloot gevoel zeg. Maar nu baal ik wel even dat we het niet hebben gehaald. Als ik het wou halen. Oh, en het was nu ook al. Oh, dat is helemaal pijnlijk. What has happened here? I do not know what you mean. My funds, my troops, gone. Financial difficulties strike all of us, even those with an army. You intend to give me money? No, I do not. Then I will use the Peace of Eden to get what I want. Your help is not necessary. That has been made abundantly clear to me. Are you aware that the Baron de Valois is dead? No. Did you? What reason could I possibly have to kill him? Was he plotting against me with my brilliant, traitorous Captain General? I do not have to stand for this! The assassins murdered him. But why did you not stop them? As if I could! It was not my decision to attack Monteriggione. It was yours! It is high time you took responsibilities for your actions. My accomplishments! Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the Peace of Eden.
Get out of my way, old man. I gave you everything, and yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father, do you not see? I control all of this. If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the peace of Eden? Stop! I know where it is! And you did not tell me he had taken it? Cesare, it's me, your queen. You are my sister, nothing more. Where is it? You never loved me? Where is the apple? Tell me! Tell me! Laat iedereen leven. Oké. I am coming through that window. I want the apple! Oh, Liewin. Laat iedereen leven. Oh, dat wordt hier al lastig. Dan moeten we deze wegnemen. Het is mogelijk, denk ik. Anders zouden ze het niet doen. Dat zou ik echt een nazistreek vinden. Wacht, dat werkt wel. Oh, heel sneaky. Am I hurting you? Give me the apple! It's mine, not yours! I want the apple! You will become! Dat lukt nu al bijna niet meer. Ja, lukt wel. Ik heb wel een idee. Am I hurting you? I'm losing it! Give me the apple! It's mine, not yours! Waar is hij nu? Hij is weg! I want the apple! Amigo! We only wish to talk to you! Smart decision, little sister. Requiescat in pace. I know. I know where that bastard is going. San Pietro. The pavilion in the courtyard. Thank you. Okay, laten we dan op zoek gaan hier. Of we moeten eerst hier weer weg natuurlijk. Via dat wat nu dicht is. Hoe komen we hier nu weer weg dan? Oh, ik denk dat we... Waar moeten we nu? Ik weet niet eens hoe ik hier weer wegkom. Dat is vervelend. Oh, ik zie het denk ik al wel. Nou, ik zie het trouwens niet. Hoe komen we hier weg, joh? We moeten eerder als Cesare zijn, ja? Dat werkt niet als we zo sloom werken. Gewoon wegrennen nu. Hup, 1, 2. Ik hoop dat we nu gewoon de goede kant op gaan, anders zou het echt lullig zijn. Oh ja, we gaan nu de goede kant op. Ik zat net even verkeerd te lopen. Nou, kan gebeuren. Is niet zo heel erg. Assassino! Cazzo. I will come for you later. Assassino? Nou, wij zijn nu meester sluipmoordenaar. Wij zijn nu een mentor. Een mentor, dat zijn we. Oh, ja, dat had je niet gedacht, hè? Dat kennen mentoren. Niet alleen maar mentoren. Oh ja. Ah nee, dat was ik vergeten. Shit, zeg. Oh mijn god, zeg. We rekenen misschien met Cesare af, maar godverdorie, we doen het niet op de manier zoals het moet. Dat gaat niet helemaal goed in ieder geval. Snel! Oh, dit is niet een fijne trap, zeg. Controlepunt bereikt. Nou, dan kunnen we het kistje ook wel even snel openen. Haha, vet een kist openen. Hé, hey, we moeten snel. Oh, dat is wel een hele waardevolle. Wij rennen nog achter jou, joh. Moeten wij eerder als hem daar zijn?
Het lukt nog wel. Ja, moeilijk doen. Eigenlijk gewoon een makkelijke weg. Ik weet niet of dit een makkelijke weg is. Blijkbaar waarschijnlijk niet. Aangezien we nu al gaan naar de Basilica Papande di San Pietro. Wow! Nou, dat is nog eens een tongbreker, zeg. Jezus Christus. Ja, echt werkelijk wel niet normaal zo'n die naam hier zo. In dit spel hebben ze echt de meest vervelende namen in de wereld gewoon. Echt niet normaal. Kunnen we nu niet onze assassins gebruiken? Dat zou nu toch gewoon super cool zijn. Eerlijk, gewoon next level cool zou dat zijn. Oh, nu in één keer plop. Hé, jongens, help even. Maar nu zitten we ook echt als chappies te rennen en wegrennen. Voor die luiden we helemaal niet bang voor hoe te zijn. Maar het is gewoon dat we haast hebben. Jongens, we hebben even haast. Dan moet je niet de hele tijd tegen mij knokken. Dat is niet eerlijk. Dus zo werkt het leven natuurlijk. Wow, dan worden we helemaal naar beneden gekletterd. We willen ons assassins gebruiken. Maar dat kan niet. Dat is niet zo cool. Nu balen we. Nu jullie allemaal hufters zijn. Jullie allemaal dikke hufters. Klojo's. Vieze pannenkoeken dat jullie zijn. Pannenkoeken zijn trouwens helemaal niet vies. Nee, die zijn super lekker. Maar goed. Dat is niet erg. We moeten nog 2 minuten en 30 seconden om daar te komen. En hun rennen allemaal achter ons aan alsof ze helemaal gek zijn. En ze zijn ook helemaal gek. Maar wij zijn nog gekker. Wij zijn ook snel. Nee, we zijn langzaam voor hun, hè. Moet je nagaan. Gewoon langzaam voor deze klooien. Niet zo vervelend doen jullie, hè. Alleen maar irritant bezig. Hier moeten we in. Ik weet het bijna wel zeker. Ik hoop dat we hier moeten. Anders dan zitten we dadelijk ook nog vast. Ook vraag je wel nog vallen verder. Wow, dit gaat leuk zijn. Dit gaat super cool zijn. Dit gaat echt even lachen. Oh, dit gaat trouwens niet lachen worden. Ik wil wel even onze nieuwe dagger gebruiken. Oh, wacht. Ja. Oh. Oh. Nu moeten we opschieten. Als al die lui zeg maar nu hierheen komen, dan redden we dat natuurlijk nooit. Kom, hit ons één keer. Nou, jij ook zo. Nu moeten we ons onopvallend gedragen. Door op dit bankje te gaan zitten, daar raken we ze kwijt. Normaal gesproken. Maar dat werkt nu in één keer niet. Dat werkt nu in één keer niet. We kunnen niet op een bankje gaan zitten in ieder geval. Slechte zaak is dat. Dit bankje dan. Dit bankje zitten. Oh, yes, we hebben het gehad. Nu heel gauw hierheen. Ja, zo zonde is. Maar laat iedereen leven, hadden we hier sowieso niet gehaald. Dat kan ik jullie nu wel op een bord geven. Aangezien we gewoon dan... Ja, gewoon tegen al die lui niet mochten vermoorden. Nou, dat had niet gewerkt. Maar we halen nog wel een keer... de 100% op alles, dat doe ik dan gewoon een keer zelf. You! Looking for this. It ends now, assassino. My sword will take your life. Guard! Oh, nu geeft hij weer als een peutertje werken. Loop geen schade op. Snappen de VDK met een appel uit. Oh, nu moeten we ontsnappen. We rennen weg. Oh, dit hebben we in één keer niet meer gehaald. Oh, wacht even. Dan... we kunnen ook niks anders gebruiken. Even... Ja, zullen we even overnieuw doen? Ja, dat doen we even snel overnieuw. Herinnering opnieuw? Ja, tuurlijk. Enter. Want dit zijn we net begonnen. Dat is een beetje raar om dan niet overnieuw te beginnen. We zijn net 5 seconden bezig of zo. En dan... Snap het, weet ik. Maar hoe kunnen we nou... Oh, ik snap het al. Ik snap het al. Ik snap het denk ik al. Herinneringen opnieuw doen. Ja, we gaan nog even 1 keer overnieuw. En dat betekent dat we nu gewoon op echt een Ezio-stijl iets gaan doen.
Ik vind het echt een super slecht idee. Maar misschien werkt het wel. En als het niet werkt, dan zijn we gewoon echt genakt door het systeem. Maar hoezo, zeg maar, kunnen we niet dit ding gebruiken zonder schade op te nemen. Dat is niet cool. Dus dat werkt sowieso niet. Dat betekent dat we iets anders moeten bedenken. En ik heb iets in mijn hoofd. En dat is gewoon keihard wegrennen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet cool. Want we hebben nu echt zeg maar het machtigste wapen ooit. En dan ga je keihard wegrennen. Dat is echt gewoon het meest raar om te doen. Alleen moeten we ook super snel rennen. Want anders dan werkt het niet. Ontsnap uit het gebied. Ja, dat snap ik zelf ook nog wel. Dat moet ontsnappen uit dit gebied. En ook heel erg gauw. Maar hoe kunnen we nou heel erg gauw wegkomen? Als we geen idee hebben waar de fuck we heen moeten rennen. Ik weet al waar we heen rennen. We rennen hierheen. Altijd een goed begin om ergens heen te rennen waar je geen idee van hebt. Oh, we zijn al redelijk ontsnapt. Oh, dit gaat wel lekker trouwens hoor. We zijn alweer ontsnapt. Ontsnapt uit het... Oh, we moeten ook echt uit het gebied ontsnappen. Ja, duh. Had ik ook wel kunnen bedenken. Hoe groot is dit gebied? Oh, fuck. Holy fuck, we moeten wel... Nee, shit, ze... Klotezooi. Vieze... Oh, nou, dit gaat niet goed. Het wordt echt tijd dat we de aflevering af gaan sluiten. Ik zweer het je, dit gaat vandaag echt bagger en slecht. Kloten ze. Volgens mij zijn we nu weer terug bij Alf, of niet? Dat lijkt... Ja, we zijn weer terug bij Alf. We zijn gewoon weer helemaal naar Chess zijn klotere plek toegerend. Ah, oh, het appel uit het paradijs loopt geen schade op. Zo zonde. Zo zonde. Zo zonde. Echt jammer. Maar we hebben nu de Apple weer. Dat is alweer een goede zaak. Het is in ieder geval weer het begin van het einde. Begin van het einde. Dat is een goede zaak. Vet. Rodrigo Borgia is dead. And Cesare? Poison, but alive. We must not allow him to assemble his remaining supporters. The coming weeks are critical. With your aid, I will hunt him down. My men will patrol the city, but we might need an army. We have one. Aha, dat klinkt leuk, denk ik. Klinkt dat leuk? Klinkt wel grappig. Oké. Geen idee wat we nu gaan doen hoor, maar het klinkt toch best wel bruut. Nu gaan wij de Apple gewoon een keer gebruiken. Eigenlijk zijn wij nu ook verkeerd bezig, hè? Niet helemaal, maar wel een beetje. You must find them. They are everywhere and nowhere at once. I do not care how you do it. We cannot on our own, signore. You must help us. I am ill, you idioti! Micheletto will soon be here with my armies, and then you will see how quickly the assassini fall. You delude yourself, Cesare. God! Jongens, dat werkt niet. Please, Lord, do not smite me. How is this possible? Ik vind wel jammer dat dit het enige wapen is wat we hebben. Dat vind ik jammer, omdat dat. Oh, nu gaan we zelf ook kaart neer hier. Dat is niet de bedoeling. Oh, we kunnen ook geen levens erbij fixen. Hoe de fuck werkt dit? Want we hebben helemaal geen levens om hem te gebruiken. Ja la 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 la.
Ja, la 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 la. Oh, we hebben weer leven. Hey! Nou, zijn jullie er klaar voor? Dat dacht ik al. Hey, iedereen gaat knokken, want dat is leuk. Knokken, knokken. Iedereen zit elkaar hier vet te proberen te mappen, maar ze mappen ook mij, dus dat ze niet echt een krachtje zien. Dit is niet echt een goede manier om te vechten, vind ik, trouwens. Het werkt zeg maar niet helemaal zoals het moet werken. Vind ik, hè. Ja, dood. Jongens, jullie zijn ook al dood. Nou, deze Pipo gaat ook dood, dat weet ik zeker. Vooral als wij hier even gaan staan. We doen dit. Hop. En dood is hij. Niet? Hij is niet dood. Werkt niet zo. Nou, dan moet je nog even beter focussen. Boom! Controlepunt bereikt. Nou, dat is weer een begin. Dit vind ik niet echt leuk combat. Wat was zeg maar het doel? Ik weet niet wat het doel was waar we door 100% hebben gehaald. En 2 jaar later wordt Leonardo revealed under stress that Cesare plans to meet with Templar loyalists in the countryside. The Cardinal departs for the meeting tonight. I will follow him. Verstoor de bijeenkomst tussen Cesare en de kandidaat om te zorgen dat hij niet om hulp kan vragen. Oh, alweer. Oh, dit gaat gewoon in één stuk achter elkaar door. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, als het niet anders kan, dan kan het niet anders natuurlijk. Ja, dat staat voorop. Wel, ja, ik wil gewoon liever de Apple niet gebruiken of zo. Ik weet niet, ik vind het eigenlijk niet bij passen. En dat klinkt heel erg stom. Is eigenlijk ook best wel stom. Maar dat komt zeg maar omdat je dan... we zijn zeg maar tegen mind controlling en zo. En dan gebruiken we zelf wel ook de Apple. Dat is een beetje hypocriet aan de ene kant. Maar aan de andere kant... Volgen we deze kerel? Ja, tuurlijk achtervolgen. Oh, hij gaat naar midden toe. Dat is heel erg leuk. Ja, je ziet ons niet, hè? Wij zijn hier wel, maar je ziet ons niet. En dat is creepy. I know. Heel erg creepy zelf. Ja, jullie moeten heel even wachten, hoor, voordat jullie dood mogen. Boom! Dood. Haha, bitches. Jullie dachten dat jullie van mij konden winnen. Nou, dat dacht ik dus even heel gauw niet. Niemand kan meer winnen van Ezio Auditore da Firenze, want hij is overpowered met zijn wapen. Join me and I will take back Roma. We have decided to elect Della Rovere to the papacy. We are sorry. I paid for your appointment. Roma is not the same as it once was. Borgia money has become tainted. You will regret this decision. Assassino! Run! Hired men promise you their blood, but as soon as you need help, they turn against you. Guards! Guards! 2 doelwitten gedood. Aha! Nou, dat moet ook lukken. Goeie zaak, ze. Oh, er komt wel weer een hele grote groep aan. Dan hebben we een rondje. Yes, we kunnen nu weer onze assassins gebruiken. Nou, dan werd tijd. Die vind ik namelijk heel erg leuk. Nog 2 doelwitten. Kom maar, jongens. Pauw ook maar hier. Wij gebruiken ook onze machten. En heel goed ook. Oh, boom. Langzaam gaat iedereen hier dood. Ik hou ook steeds meer doelwitten bij, hè. Dat is wel leuk. Jongens, ik moet hier even tot rust komen, want ik wil nu niet doodgaan. Dat snappen jullie zelf ook wel. Als ik nu doodga, dan baal ik ook echt als een
stekker in het stopcontact. Oh, ik hou echt van onze assassins hoor. Die zijn echt overpowered. Niet zelf doodgaan, hè? Dat is niet cool namelijk. Vermoorden we onze eigen teamlui ook. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is niet cool. Sterker nog, dat is zeer oncool. Kan je winnen of heb je onze hulp even nodig met knokken? Nou ja, je hebt niet onze hulp. Wow, er is iemand in levensgevaar. Nee, niet doodgaan. Ik wil niet nog iemand kwijtraken. I love you, nee! Wow, jij gaat dood. Jij gaat sowieso dood. Daar ga ik niet meer zorgen. Vieze klootzak, jij hebt onze maat vermoord. Nu ga je boeten. Boom! Lekker dan. Oh, er zijn meer in levensgevaar, hè? Dit is niet goed. Dit is niet goed. Hallo. Hallo. Nog eentje dood. Shit zeg, dit gaat niet, gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Kom op jongens, we moeten wel even iets beter knokken. Want we kunnen natuurlijk niet drie lui verliezen in één aanval. Dat is niet cool. Dat is sterker nog helemaal niet cool, zeg maar. Killen maar gewoon even jongens. Kennen jullie hem aan of niet? Slechte zaken als jullie dat niet kunnen. Moet ik helpen? Ik help wel even jongens. Wat een pannenkoek. Ga je makkelijk moeten kunnen winnen. Dat is eigenlijk maar niet best. Er zijn gewoon twee lui vermoord van ons. En dat is niet cool. My men tell me Cesare rallies his best soldiers in front of the main gate into Roma. Gather the assassins. We face him together. Ja, dat lijkt me inderdaad een goed idee. Rally the assassins. Nu eindelijk pakken dan? Deze keer niet de Apple gebruiken, alsjeblieft. Dat zou ik niet cool vinden. Dat zou ik gewoon jammer vinden. Dat klinkt echt nog steeds heel stom. Maar ik denk dat je dit wel begrijpen. Waar is Cesare? Oh, daar. All of Italia shall be united. And you will rule beside me. Come to watch my triumph. Soon Micheletto and his army will arrive. But you shall be dead before then. Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! Hey! Victoria da assassini! Maar nu moeten wij weer onze Apple gebruiken natuurlijk, hè. Dus jongens, dit doe je gewoon. Heel erg makkelijk. Jongens, dit stelt helemaal niks voor. Ik moet gewoon even hier rustig blijven. Oh! Jullie denken dat jullie hier zomaar kunnen gaan winnen zeker, hè? Nou, dat dacht ik niet. We doen eerst even dit. Huppakee. Boom! En nu? Geen sluipmoordenaar signalen meer. Dat is inderdaad wel een probleem. Maar we hebben hier gewoon al onze troepen klaarstaan om te knokken. Oh, hoor wat die vet zegt. Joom vocht ook terug. Ja, wij vecht ook terug, hè. Vieze piepo. Je weet niet zeker dat je hier of een of andere elke poon bent of zo. Dat je niet dood kan. Maar je hebt ook gewoon bloed en zo. Dus je kan ook gewoon dood. Ja, het is wel jammer dat dit echt het enige wapen is wat we kunnen gebruiken. Het is namelijk niet echt een leuk wapen in zulke soort situaties. Of, ik vind het nu juist... Nu zou het toch juist super vet zijn als ik in één keer aankom met die dagger en iedereen kapot hak. Weet je, dat is juist vet. Maar dit is niet echt super cool. Hé hey jongens, jullie moeten ook mee vechten. Wat denken jullie nou niet? Moet jullie even kopen? Hé, hey, knokken. Iedereen gaat mee knokken. Tuurlijk. Huurlingen, ja, jullie vechten ook mee natuurlijk. Ik snap het wel. Check hoe fucking veel assassins hier rondlopen en huurlingen en zo. Het is echt wel leuk om hier naar te kijken hoor. Iedereen staat hier van, hé, hé, hé. Oh shit, daar is iemand in de problemen. Nou, dan doen we dit even. Hup, oké. Okay. En zo zijn we neer. Boom. Ze verdwijnen gewoon van de aardbodem af, hè. Dat is wel een goede zaak. En waar moeten we nu heen? Ik weet... Oh, hier moeten we heen. Oh, de poort. Oh, die fans zijn helemaal bang voor ons. Snap ik ook wel. Throw down your arms, Cesare Borgia. Micheletto's troops mass behind me. We will take back my city once and for all. This is not your city anymore. By order of Pope Julius II, I arrest you, Cesare Borgia. For the crimes of murder... Betrayal and incest. No! No! And incest. No! No! This is not how it ends! Chains will not hold me! I will not die by the hand of man! Ja, maar met die kerel hebben we ook vrienden gemaakt.
Ja, daar hebben we ook vrienden mee gemaakt. Die komen nog wel bekend voor. Goeie zaak, zeg. Manner in which he said it. Chains will not hold me. If you are so worried, there is a way to find out. No, it is too powerful. It must be hidden outside the domain of men. What a shame. Hiding a masterpiece where no one will ever see it. And yet, what if he meant what he said? I cannot risk it. Cesare was right. I have to leave. What about your friends? I built this brotherhood to last, with or without me. What do you intend to do? Plant a seed. Here, a gift. If this is goodbye, then keep your money. I do not want it. We will see each other again. You have my word. Buona fortuna, my oldest friend. And take the money. On your meager salary, you will need it. My patron has been arrested, after all. Nou, hoeveel zou erin zitten voor hem? Oh mijn god, zeg. Weer 100%. Yay! Zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Nou, dat vind ik mooi. Dat is een goede zaak. Sequentie 8 is ook voltooid. Nou, leuk, zeg. Oh, maar hij is nog steeds niet dood, maar hij is nu wel gepakt ofzo. Dus dat is alweer een begin. Dat is in ieder geval een goed begin. How did you find me? The apple you stole from Mario Auditore, let me hear. Kill him! Kill the assassin! Tear the maldito bastardo to pieces! Oh, dit is nogal wat. Oh, die vent heeft ons dus ook gewoon verraden. Wat een lul eigenlijk. Dat vind ik niet echt cool. Die heeft hem dus gewoon weer vrijgelaten, hè? Dat zien we nu wel weer. Wow, wat de fuck gebeurt daar nou weer? I need munitions. Help yourself. There are more than enough to go around. Nou, alles zit weer vol. Oh, nou, dan moeten we nu weer een pocket gaan lopen. Oké, dus die kerel heeft hem zeg maar gewoon weer vrijgelaten, lijkt het wel. En nu moeten wij hem weer pakken. Maar dat is wel echt een nazi-steek. Ik dacht, hé, we hebben hem eindelijk. Het klopt blijkbaar weer niet. Shit zeg, en hij heeft heel veel een aardig een klein leger gestaan. Nou, dat is niet klein trouwens, dat is super. Oh, dat was trouwens echt dom. Ik zag net, oh ja, moet aan de zijkant. En toen was ik al gesprongen, dus een beetje te laat. Maar soms heb je pech, en soms heb je geluk. Heb ik er al 3 keer deze aflevering gezegd, maar dat weten jullie dus ook wel. Dat een van mijn motto is, soms heb je pech, soms heb je geluk. Deal with it, pech. Nee, nu moeten we alles weer opnieuw doen. Dat is niet cool. How did you find me? Oh, did you find me? You stole from Mario Auditore. Ja, dat weten we, want dat hebben we net ook gezien. Dat hebben we net ook al gezien, joh. Tibo, hoeven we niet nog een keer te kijken, toch? Kill the assassin! Kill the assassin! Ik ren weer weg, man. Dus hij heeft gewoon zijn vader vermoord ook nog, hè. Die poop is dus gewoon zijn vader, hè. Dat is ook wel sick. Oh ja, deze combat. Ik blijf deze combat echt helemaal geweldig vinden. Even hier rondkijken. Oh ja, dit hebben we net. Dit hebben we net al gezien. We willen niet nog een keer kijken. Snap dat dan? We zitten in Viana en. Oh, dit is wel de toekomst. Dit is weer verder in de toekomst, zeg maar. Alweer 5 jaar verder. Gaat allemaal wel snel. Gaat allemaal veel te snel, joh. Godverdorie. Hup, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu hier. I need munitions. I need munitions.
Wacht maar, er is genoeg. Ja, meer dan genoeg zelf. Nou, dan rennen we nu. Oh, wacht, we pakken een paard. Faster to travel by horse. Jazeker. Als dat paard doet wat ik wil, dan vind ik het goed. En als hij dat niet doet, dan hebben we echt weer een probleem. Net zoals de vorige keer, zeg maar. Toen wou hij dit niet doen. Op een of andere rare reden. En ik weet nog steeds niet waarom. Wow, als we dit net allemaal hadden moeten lopen. Oh, we moeten nu ook lopen. Ons paard is dood. Ik zou net zeggen, als we dit net allemaal hadden moeten lopen, het trekt heel ver, dan baal ik wel. Maar ja, nu is ons paard dood, dus moeten we sowieso lopen. Wat een slechte zaak. Als het heel erg ver is. En als het niet heel ver is. Wow, shit zeg. Hebben we ook hier weer een optioneel doel? Of zorg dat je niet onder de 5 gezondheidspunten komt. Dat lukt, want we hebben meer als genoeg. Shit, hier. En... Ah, ik ga nu wel even die dekker gebruiken die we gekocht hebben. Het zou namelijk een zonde zijn als we dat niet doen. Oh, wacht. Ik weet niet wie jullie zijn. Ik interesseer me eigenlijk niet heel veel. Maar we gaan wel even doorrennen, aangezien we anders nog veel te lang duren hiermee. We moorden die kerel even. Daar loopt iemand achter ons aan, dus die moet eigenlijk zo even dood. Als die ons namelijk ziet. 5, 4, 3, 2, 1. We lopen door. Goed gedaan. Huppakee, huppakee, huppakee. Dood. Oh, lul. You won't escape! Huppakee, ja, jij bent ook dood natuurlijk. Dat stelt helemaal niks voor, jij. Je bent ook gewoon een pannenkoek. Een pannenkoek. Die op een broodje kan smeren, zeg maar gewoon. Dat pannenkoek op een broodje. Dat is, werkelijk waar, helemaal nergens op. Maar, jullie snappen het idee. Hij stelt gewoon niet zoveel voor. En we zijn weer bij een volgende punt aangekomen waar we heen moeten. Ayúdenme! Mijo! Mijo, stérido! Echt? Oh, wat een kut, mensen. Doe even normaal, zeg. Ik had er niet zo'n vrouw neer. Die mensen maken gewoon zonder pardon die vrouw dood, hè? Gewoon zonder pardon. Ze vragen niet... Wow, die zijn wel echt loyaal tegen hun grote baas. Ik zou dat niet snel doen, hoor. Gewoon die man vermoorden, zeg maar. Gewoon vuur om het vermoord. Dat is niet cool. Dat is niet cool. Alleen in spellen, zeg maar. Maar niet... Je doet er niet... Oh, hij zegt dat ik dit moet doen. Punt. Ik doe het meteen. Nou, dat kan niet. Dat vind ik echt walgelijk eigenlijk. Iedereen die op ons afkomt, die gaat dood. Maar beide zijn dus vervelend tegen ons. Dat staat er wel een nadeel. Oh, nou deze combat. Dagger. Ik wil mijn dagger gebruiken. Potje, André, dat wordt een dagger. Wow, dit is niet eens meer een dagger, hoor. Dit is echt een... joekel van een dagger, hoor. Huppakee, ja. Dood, dood. Iedereen gaat dood. Hip maar. Ja, tuurlijk. Wow, dit is echt... dit is leuk. Ik vind het echt leuk. Oh, dat is niet echt... Dat is gewoon geen dagger meer. Wat ik even ga doen. Leventjes erbij. Huppakee. Goeie zaak. Levens. Altijd een goede zaak. Meer leven is altijd een goede zaak. Hier, deze kant moeten we erop. Prima. Oh, dat ding gaat in de fik, joh. We moeten opschieten. Sneller. Instorten, joh. Mafketel, dan moet je toch super snel zijn. Ja, goed zo. Oh, precies in een hooiberg. Het is werkelijk waar. Bereik je poort. Van het kasteel. Wow. Ja, jongens. Nu zijn jullie straks allemaal bang, hoor. Ik zweer het je. Het show, de toren daar verrent is niet om mee te pukken. En nu al helemaal niet, want hij is pissig. En weet je waarom hij pissig is? Hij is pissig omdat jullie allemaal te vervelend zijn. En me niet hier gewoon rustig toe laten gaan of Jessica te vermoorden. Ik wil hem zo graag afmaken. Zo graag, omdat hij vindt zo vervelend is tegen ons. Niet eens tegen ons, gewoon tegen iedereen. Hij laat gewoon die vrouw het ook maken hier, hoor. Dat is niet normaal. Dat is niet leuk. Ik vraag me alleen dan wie hij hier aanvalt. Dat is wel echt een vraag, hè? Wie valt hij hier aan?
Dat zijn echt van die dingen die ik me op dit moment wel heel erg afvraag. We klimmen de belegeringstorm. Ja, tuurlijk kunnen we dat. Dat is helemaal niet zo moeilijk, want we klimmen altijd elke dag. Behalve als die vent hier ons naar beneden laat kletteren. Jullie zijn vervelend, jullie laten me helemaal naar beneden kletteren. En hij had helemaal geen zin in. Ja, dood zijn jullie, hè? Loyo's. Jullie zijn motherfuckers. Motherfuckers. Ik had even geen zin om motherfuckers te zeggen. Maar nu zeg ik het alsnog. Dus dat is minder goed dan weer van mij. Nu ga hier omhoog. Oké, ja. Wow, ja, jullie vallen, hè? Wij niet. Wij zijn heel erg goed in klimmen. We gaan heel gauw hierheen. Want Cesare is hier nog steeds in de buurt. Moet hij hier? Ah, daar is hij. The walls surround you. There is nowhere to run. Come then, Ezio! Met onze dekker! Natuurlijk pakken we onze dekker! Ah, ja, en je ballen, hup! Oké, ja, laat maar even zien wie hier de baas is. Dat zijn wij, hoor. Hup, nee, dat maar even weten, typo. Een oude toren wil never wat? Wat zeg jij, hoor? Je hebt geen idee tegen wie je praat, joh. Wow. Oh, die dagger is zo satisfying, is dit, hè? Dit is echt zo satisfying. Alleen jammer dat er nu meer steeds meer guards op afkomen, zeg maar. Oh, niet onder de 5, hè? Haha, ja, maar wij hebben ook... deze kracht hebben we allemaal bezitten, wij gewoon, hè? Dit is allemaal easy voor ons. Haha, ja, doodgij. Wow. Oh, dit is zo lekker, zeg. Deze vent eindelijk pakken, omdat die lul Mario heeft vermoord. En dat is zeg maar gewoon zeg maar, de most satisfying part, zeg maar. Dat die vraag krijgt op Mario, zeg maar. Ja, te revenge, zeg. Oh, want ik werd helemaal gek toen Mario doodging. Dat was niet cool. Dat was echt niet cool. Mario was zeg maar een van de coolste personages tot nu toe die we ontmoet hebben. Ik vind hem tot nu toe wel echt een van de coolste. En vandaar dat ik ook zo... Ja, hij is sowieso cool, want hij is echt, zeg maar, die guy die ons alles heeft geleerd en zo. Dat maakt het wel echt super sexy dat we hem nu mogen, zeg maar, revenge. Wow. En deze vent is trouwens helemaal niet sterk. Hij doet alsof hij een of andere super kickboxer is, maar dat is hij niet, want hij is gewoon super slap. Er stelt helemaal niks voor. Zeg maar, net als een broodje ei eten. Lekker en het is leuk om het te eten, maar hij stelt niet zoveel voor. Wow, ah, die komt. Jongens, we gaan weer even. Oh, nou, ik wil dit ook wel even gebruiken. En even weer leventjes. En even dekken. Ja, sorry mensen, ik ben begonnen met mijn dekken, nu maak ik het ook af met mijn dekken. Ja, natuurlijk, jou ook dood. Hup, oké, jongen, ja, dit stelt niet zoveel voor, hè? Dit ben je niet gewend, hè, dat er iemand jou slaat. Je bent natuurlijk alleen maar gewend dat mensen knielen en bukken voor je. Maar wij doen dat niet, hoor. Dat hebben wij geen behoefte aan. We hebben gewoon behoefte om jou kapot te maken. Maar ja, jij is een stoet tegen onze familie. En nu ben je dood, denk ik. Ik denk het wel, hij ziet er wel aardig dood uit. The throne was mine. Wanting something does not make it your right. What do you know? That a true leader empowers the people he rules. I will lead mankind into a new world. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. You cannot kill me. No man can murder me. Then I leave you in the hands of fate. Dat is wel slim. Ja, dit is dan wel heel erg slim. Wat gebeurt er allemaal, zeg? The throne was mine. What do you know? I will lead mankind into a new world. Zo, dit is wel vaag. You cannot kill me. No man can murder me.
Got it. Colosseum. Let's go. We can be there before dawn. Wait, there was something about that door. I don't think I saw a handle. Let me run an analysis. Great. So we need some kind of futuristic key. It seems to open with a verbally triggered mechanism. I've never seen anything like it. You mean it needs a password? Try humming Beethoven's Fifth. Damn European power grid. Now we can't scan Ezio's memories to find the password. We have to find that password. Ezio knows the answer. Problem is, he's dead. I can't believe we're stuck here. Okay. Maar, wat moeten we nu doen? We gaan gewoon op verkenningstocht uit. We gaan op verkenningstocht uit, want we hebben even geen idee wat we moeten doen. En als we iets moeten doen, dan is het leuk. Maar deze keer weten we het niet, omdat we geen idee hebben waar we heen moeten. En we hebben geen... Hey, maybe it has something to do with this. The symbol matches the one on the door to the vault. 1419, 1420, 1421. What if they aren't dates? 1419. 1420. Oh my god! What? God! Tell us already! I am! The Tetragrammaton! The 72 names of God! You see? They're all contained within three verses, Exodus 19 through 21. And get this, you'll like this. If you arrange the four Hebrew letters in God's name within an equilateral triangle, their numerical values add up to the same number. 72. Are you absolutely sure about this? That's kind of why I'm saying it out loud, Rebecca, yeah, but I haven't got to the kicker yet. Construction on the Colosseum began in the year 72. I think we have our password. Sean, go get the van. Hij moet altijd een busje halen. Hij is de busjesman. Ik vind hem het busjesman van de minuut. Oh mijn god, zeg, we gaan de Apple 4 vinden, denk ik. De moderne tijd. Déjà vu. I bet. Let's go. Whoa, what about us, eh? You might actually need a historian down there. Sean's right, that tunnel should lead under Capitoline Hill. I'll help them find another entrance. Be careful, Desmond. I'll drive. Ah, yeah, nice try. I've seen your car. Oké, dus we zijn hier in ons eentje. Dat is wel spannend. Dat is wel echt spannend. Dadelijk komen er in één keer allemaal Templars of zo. Ik hoop het niet, maar dat kan nu natuurlijk wel. Nee, want ze kunnen nooit weten... Ja, ze kunnen alleen maar weten dat wij hier zijn, zeg maar, als ze het hebben geroken. Of als ze ons achterna zijn gegaan. Wat ik ze eigenlijk nog wel vooraan zie. Dus wat dat betreft kunnen ze hier best zijn. Dat maakt het wel een spannend gevoel. Er kan hier stroom op zitten, maar misschien ook wel helemaal niet. Ja, we zijn wel echt vet. Dat klimmen blijven echt super. Lucy, I'm making my way toward the entrance. Okay, good. If you see any gladiators, my advice would be leg it. I'll keep that in mind. Oké, nou dan gaan we nu dus hier. Ja, dit is wel echt. Dit geeft wel echt een spannend gevoel. Dat is wel sick hoor, dit blijft wel vet. Oh, moet hier. Oh, we moeten hier heen. Lopen we hier even heen. Controlepunt is alweer bereikt, dat is een goede zaak. Waar moeten we nu weer heen dan? Oh mijn god, zeg, waar moeten we heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Maar, er komt... Oh, ik zie dit. Iets van een weg. Ik weet alleen niet of het een goede weg is. Nee, het is niet de goede weg. Oh, hier is er. Je ziet. Nee, hier. Wil, daar moet je niet heen. We moeten hier naar boven. Ik
denk dat we zeg maar nu hierheen moeten. Dit lijkt me wel weer een betere weg als waar we net heen gingen. I can't believe I'm actually gonna hold the apple. It's been a long time coming. You've earned it. I wonder if it'll change things. Whether it can tip the scales in our favor. I'm sure it will. It has to. Ja, dat hoop ik ook. Maar, wat niet logisch is, dan verraden we eigenlijk wel een beetje, als we zeg maar die appel gaan gebruiken, dan verraden we wel een beetje onze creed natuurlijk, hè. Of we gaan het ook gebruiken om alle Templars te killen. The apple's just gonna give it to us, is it? Yeah? Who's Elvis over there? Hey, maybe this time we'll be lucky. Okay. Dit is wel echt een puinhoop hoor, want ik heb geen idee waar we nu helemaal aan het heen klimmen zijn. Maakt het heel erg vaag. We klimmen hier even tussendoor. Puur omdat het kan natuurlijk, hè. Omdat het kan. Lekker krap ook. Dat is het zeker trouwens, lekker krap. Nou, of het lekker is krap, dat weet ik niet, maar het is wel krap. Lekker krap. There's so much construction. This place is like a maze. Ja, dat is het zeker, zeg. The cages of the gladiators and the machines which raised them to the surface. The whole area you're in right now was originally covered by the arena. Good to know. Hier weer omhoog. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Elke keer hetzelfde namelijk. Huppakee, huppakee. En dan gaan we nu weer die kant op. Ja, dat moet ook gebeuren deze kant erop. We komen nu wel ergens binnen. Today's date is October 10th. So? Guess how many days there are until the Templar satellite launch. I have a feeling I know the answer. 72. Okay. Why is today so important? We're just picking up the apple and leaving. It's the door code. Someone wants to make sure we get it right. Yeah. Woe, nou springen we naar beneden. Dit is wel echt goed verstopt hoor. Niemand komt hier makkelijk. Daar kan ik nu wel op een boekje geven. Okay, I'm back on familiar ground. Ha, vet zeg. Oh, er zijn meerdere deuren. Of meerdere knoppen die we moeten indrukken. Dan gaat die open. Dat is lekker donker. Dat is wel echt lekker donker. We commit to this space the epilogue of our ending. Let it be found by he who is deemed worthy. Let it guide him. Let it shape his path forward. Let it save the world we leave behind. Who are you? What's going on, Desmond? Nothing. Nothing? Nou, dit is niet nothing hoor, dat je dat maar even weet. Ik vind het in ieder geval niet nothing. Oh, we moeten weer klimmen. We gaan klimmen? Nou, ook prima hoor. Ik denk, we zijn nu binnen, zeg maar, in het assassingebied. We hoeven niet eten te klimmen, maar toch, we moeten gewoon niet door de deur lopen. We klimmen gewoon nog steeds. Oh, nee, nu vallen we ook nog. Pochandri en een frikandel erbij. Dat is wel jammer dat we vervielen. Maar goed, we beginnen weer even opnieuw. Oh, opnieuw. We klimmen weer terug naar boven. Jammer hoor dat het zo moet. Maar helaas, soms heb ik geen andere keus. We moeten alleen iets rustiger zo meteen doen. Hierheen. Daar dus niet heen. Ah, daar moeten we heen. Ik zie het ook al hoor. Nou, klimmen nu rustig hierop. Nu kunnen we er wel op klimmen. Hup, en ja, we zijn er alweer. In the beginning, we set our truths to parchment, to stone, to the memory of men. These proved impermanent things, cleansed by fire. Cleansed by famine, cleansed by flood. All the world is innocent once more. Innocent and ignorant.
jongens, dit is wel lekker vaag. Okay. Druk op een willekeurige toets. We drukken even op een toets. En we drukken nogmaals op een willekeurige toets. En dan gaan we weer door zo'n draaiding heen. Het is allemaal wel lekker creepy hoor. Voelt wel echt als creepy aan in ieder geval. Kunnen we rustig verder. Als we nu hier zomaar binnen zijn gekomen, dan vind ik het echt raar. Dat hebben wij vet moeilijk gedaan. Voor niks. Coming. Hey. Took you long enough. What is this place? Santa Maria Araqueli. See those columns along the aisles? They're lifted from Roman ruins. Now, supposedly, this church was built on top of the ancient temple of Juno. I like the ceiling. Do you? You like the ceiling? Oh, you are a fascinating traveling companion. Something up there. Nou, heel erg makkelijk. We lopen gewoon een case van deze persoon achterna. Voor mij is dat Ezio, weet ik niet zeker. Heb ik niet zo snel kunnen zien. Het is in ieder geval een begin. Nou, ik weet niet wie het is. Maar het lijkt op een assassin, dus dat is een goede zaak. Hup, open. Sesam, open nu. Aha. Zie, er gaat iets naar beneden. Maar nog niet helemaal. Oké. Okay. Wij mogen natuurlijk weer al het klimwerk doen. Dat is te verwachten. We did not build them to be wise. And now they are our final vaulted hope. You are they. You possess the potential for understanding, but you broke our tools, or turned them against one another. We have destroyed what we could, sealed away what we could not. Wow, dit is nog vaag hoor. Ik blijf die mensen, ja, een soort van mensen vaag vinden. Niet vallen hoor, want... Something's open! Most, not all, and it does not take many to unwind the world. Here is a safe place, eternal, to store objects, words, wisdom, but not life. Almost did we have the means, but time erodes us. We can distract him. We can see past him, faint left when he strikes right. But his reach is so very long, his stamina unending. We cannot evade his grasp, not forever. Oh, dit is wel creepy hoor. Ik vind dit gewoon creepy, zeg maar, omdat je in één keer zo'n soort van ghost praat en zo, die geestachtig is. Desmond, get down here. On my way. Dit is wel vet. Dit is toch wel een coole manier om naar beneden te komen, hoor. Vet acrobaat. It's a dead end. Nee. Niet voor. I'm not so sure.
Sean is natuurlijk weer bang. Dat is natuurlijk ook weer te verwachten. Sean is een poetsie, 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 poetsie. Watje? If you want to kill us, mate, you're gonna have to try a little harder than that. En nu hou je je buik vast, hè? Omdat je broodje pindakaas er bijna weer uitkomt. Now for that password. Sean's right, that is. I'm always right. About that dead end. That never happened. I was misquoted. '72. Frikandel. Oh, niet frikandel. Dat was er niet, hè. Waar moeten we hierheen? Moeten we hierheen? Ah, moeten we heen? Ik weet het niet. Oh, wacht. Shit. Waar moeten we hierheen? Jongens, we moeten niet hier naar boven. Of we moeten niet daar naar beneden. We moeten hier. Duh. Do you think it speaks English? Just say it. Okay. 72. Altijd ook Nederlands verstaan. Dat is wel cool. Gewoon Nederlands. 72. Maar hij zei 72, dus dat klopt niet. After you, I think. You guys have to see this. Whoa. This is amazing. Wow. Ja, dit is wel vet, hoor. Hier gewoon onze basis bouwen. Hè? Daar kan niemand ons ooit meer vinden. The apple seems to be in the center. Time to find out where those temples are. Dit is toch wel spannend, hè? We hebben nu geen idee waar we heen moeten. Nou, we eigenlijk wel. We doen willekeurig het knop drukken. We hebben eigenlijk in één keer. You might get some power to the central platform. Or you might cause this room to turn into an alien spaceship and fly away. Okay, think about 100 years I might speak until you would not know us. You with 5 senses, us with 6. The one we kept from you, to be safe. Now you can never know, only try. Grasp. You can see, smell, taste, touch. Here. Knowledge has been locked away. Nou, dat is mooi, mevrouw de reus. Ja, eigenlijk is ze wel een reus, hè. Het is wel een mooie vrouw. Nou, niet echt hoor. Het is wel echt een grote ineens, hè. After, when the world became undone, we tried to pass it through the blood. Ik denk dat we de kant moeten pakken met die lichtjes, zeg maar. Ik hear the words, but you do not know. Mevrouw is deze dingen aan het vertellen wanneer ze niet wil gaan praten, dus ik hou mijn mond wel even. Super vervelend natuurlijk. Maar goed. Ja, wanneer ze weer begint te praten, ben ik in één keer weer gewoon spontaan stil. Dan heb ik mijn tong verloren, anders dan. Ja, dan missen jullie weer wat verhaal, toch? En dat willen we niet. Dat wil niemand, dat is gewoon niet cool. Sowieso. It is hard to stay contained. Knowing as we do. We wait for you, Desmond. You will come here. You will activate it. You will know only when it is too late. Did you hear any of that? Any of what? Oh, alleen wij horen het. Dat is wel echt creepy. Dat maakt het gewoon next level creepy. Maar dit is een letter bij creepy. Wij horen die vrouw alleen. Oh, we komen nu wel echt dichtbij, hoor. Controlepunt bereikt, dat is helemaal sexy. So where are the temples? You want me to ask it? Or think it or something. You sure you asked it the right thing? I know this, I know that symbol. That's a Phrygian camp.
It stands for freedom, and that's a Masonic eye. Now those two come together in only one place. What's happening? I can't move. Your DNA communes with the apple. You have activated it. Let me go! On the 72nd day before the moment of awakening, you, birthed from our loins and the loins of our enemies, the end and the beginning, whom we abhor and honor, the final journey commences. There is one who would accompany you through the gate. She lies not within our sight. The cross darkens the horizon. The path must be opened. You cannot escape your part in this. The scales shall be balanced. Oh, wij moeten bewegen. Ik zit weer dom te kijken wat er gebeurt. Maar we moeten gewoon op onze knopjes drukken. En dan begint Desmond te lopen, maar hij heeft niet veel zin. Stop! Please! We lopen zeg maar met you know very little. We must guide you. Ik merk het. Oh, we gaan richting Lucy. Waarom gaan we richting... Nee, dit willen we niet. Zou ik nu gewoon stoppen met bewegen? Ik kan gewoon stoppen met bewegen. Nou, dat heeft ook niet veel zin. Daar komen we niet verder. Holy fuck. No! Wow, dit is wel creepy. Kijk, recht in de ogen aan en... Oh, shit, voor mij gaan we Lucy vermoorden. Hey, Lucy is zo leuk. Oh, it is God. Done. The way lies all before you. Only she remains to be found. Awaken the sixth. Go, alone! Oh, what the fuck gebeurt hier, zeg? Dit is toch niet cool? Oh mijn god, zeg. Lucy, waarom ben je dood? Dit is gewoon het einde, mensen. Dit is gewoon het einde. Oh mijn god. Het is wel next level, zeg. Waarom is Lucy dood? Ik vind dit echt jammer. Lucy, waar ben je? Je bent dood. Pijnlijk, zeg. Ik blijf pijnlijk vinden dat ze dood is. Ik weet niet. Ik vind het echt jammer. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen op dit moment, zeg. Ik zit hier gewoon een beetje na te denken van shit, man. Lucy, waarom ben je dood? Ja, ik vond haar zeg maar altijd wel een van de coolste chicks in deze game. In het heden blijven, zeg maar. Nu is ze weg, zeg maar. Gewoon goed zien, van de aardbodem verdwenen. Die appel heeft ons gewoon gedwongen om haar te vermoorden. Ze mocht niet bij het einde zijn, zeg maar, bij ons einde. Een beetje jammer. En aftiteling betekent meestal dat het einde is van deze let's play. En dat klopt natuurlijk ook alweer. Maar ook weer niet. Want de volgende... Shit. He's gone into shock. Put him back in the machine. It's the only way to fix this. But the Animus did this to me. Am I the expert or not? Do it. No. Oh, dan kregen we nog een stukje verhaal. Ik weet niet wat hij aan het vertellen was. Maar of waar het over ging. Maar goed. De volgende keer zijn we er natuurlijk gewoon weer op de Revelations tijd, zeg maar, die gaan we nu gewoon spelen. We gaan gewoon verder, zeg maar, in het ziekenhuis, maandag, vrijdag. Duurt nog wel een tijdje, elke keer gewoon weer 8 uur, zoals we normaal gesproken. En we gaan gewoon verder, toch? Ik ben wel benieuwd. Ik heb ook vaak de let's play op, dus ik ga het nog een keer zeggen. Ik ga wel die, ik weet niet of ik de 100% ga halen, dat wordt het dan. Te veel zoeken, zeg maar. Maar ik ga sowieso elk stukje verhaal wat we eruit kunnen krijgen. Dat komt dan wel in een soort van special. Gaan we zeg maar gewoon met Revelations verder. Terwijl we met Revelations bezig zijn, gaan we gewoon. Laten we zeggen om 12 uur 's middags of zo. Komt er dan een aflevering van Assassin's Creed Bonus, Prodigal Completing, de story, weet ik veel. Het verhaal van het Nederlands natuurlijk. Ik heb veel cooler. veel mooier natuurlijk. Dat wou ik nog even zeggen. Dat gaat gewoon wel gebeuren. Ik weet niet of we de 100% halen, zoals ik net al zei. Ik denk niet dat ik 101 vlag kan halen. Misschien ga ik nog wel even googlen of we daar een verhaal bij krijgen of niet. Of dat het een reden heeft. En voor mij moeten we 10 veren zoeken. Zo denk ik. Ik weet niet of het meerwaarde heeft. Als het een meerwaarde heeft, dan doe ik het. En anders dan ga ik het niet doen. Maar ik wil sowieso die verhaalmissie van
Ja, we hebben een paar van Ezio's leuke jeugd gedaan. We hebben Leonardo's oorlogsmachines, dus moeten we natuurlijk allemaal nog slopen. En we hebben nog nieuwe gilde missies en zo. En die wil ik allemaal nog wel even gaan doen. Gewoon puur ja, wat extra content en het is leuk. Tenminste, ik vond het hier wel leuk om te doen, zeg maar, dus ik wil het afmaken. En als ik het zeg maar bekijken ben en ik denk van jongens, dit zeg even lekker aan, dan doen we het. Ook gewoon, nou weet ik niet. Ik denk niet dat we dat dan gaan doen, maar ja, dan laat ik jullie dat natuurlijk wel weten. Maar zoals nu staat ben ik dat wel van plan te doen, die extra's. En that's it. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het hebben genoten. Het is wel een extra lange aflevering. Net als de vorige keer bij Assassin's Creed 2, zeg maar. Dat was ook een extra lange aflevering, omdat we gewoon even lekker bezig waren. En ik dacht van, oh ja, bijna klaar, oh ja, bijna klaar, hoppakee. En hier ging het gewoon, zeg maar, lekker in één keer achter elkaar. En oh shit man, volgende missie. Ja, dan zit je er te lekker in en dan gaan we het gewoon meteen afmaken. Natuurlijk duurt de aflevering wel iets langer, maar ja, fuck it, boeien. Leef maar één keer nou, godverdomme. Oké, tot de volgende aflevering en ik zeg, later.